Dit is de one and only fan, Dr. Philip. Alle ogen niet. Human, jij hier. Philip. Yeah, bitch. What the fuck. Goedenavond, dames en heren. We hebben een paar mensen met problemen. Mijn moeder en mijn chick zitten altijd te zeiken dat ik in de uitzending moet komen. Maar daar heb ik allemaal geen zin in. Fuck you, Phil. Ja, ik wil dus dat mijn zoon in de uitzending komt. Want hij heeft, problemen met zijn vriendin. Dus alsjeblieft, dokter Philly, doe er wat aan. Want ik word echt zo scheidziek van mijn zoon. Wat een kutkind is het toch, zeg. Ik snap eigenlijk niet wat het probleem is. Want jullie zijn toch allemaal hier? Nou, kijk, Philly, er is wel een probleem, maar ik... Hey, bitch! Nog niet helemaal... Ik was nog niet helemaal uitgepraat, want dit is mijn show. Tijd voor de break. Welkom terug. We waren bezig met een probleem, maar toen werd ik onderbroken. Waarom ja, dokter Philly, sorry dat ik even onderbreek. Je blijft altijd mijn pimp, hoor. Nee... Ja, maar Philly, ik heb niet voor niks al die brieven zitten sturen. Ik heb een probleem. Wacht eens eventjes, bitch. Even die brief zoeken. Ik heb altijd een scheidhekel aan mensen die proberen om zo fucking veel letters in één woord proberen te proppen. Bijvoorbeeld, hier de brief van mevrouw Jacobs. What the fuck? Twee bamiballen, antiglansmiddel, Duracell condooms, voordeelpakket. Plus karnemelk, dat is dus een boodschappenlijstje. Ja. Nou, dat was bagger. Na de reclame gaan we verder. Deze video's hard. Ter afsluiting wil ik het nog even hebben over die goeie oude tijd. Dat we nog met die... houten euro betaalden. Mooi, dan mag ik nu naar huis. Dacht het niet. Y'all bitches, luister eens. Jullie mogen pas naar huis. Pas als ik het zeg! Ter afsluiting nog even mijn o zo beroemde levensles. Eet niet te veel suiker, maar af en toe een appel. Anders word je kaal. Ik hou van je, dokter Philly.